Sommige mensen willen graag begeleid op vakantie, maar belangrijk is het om dit door een belangrijke partij te laten doen. Kevin is in Rotterdam en heeft een ontmoeting met Eddie van Dolfijn Vakanties. Ik zit hier met Eddie van Dolfijn Vakanties. Eddie, vakantie is natuurlijk een heerlijk onderwerp, maar wat voor soort reizen bieden jullie nou aan? Wij bieden begeleide vakanties aan voor mensen met een lichtverstandelijke beperking. Over de hele wereld. Je kan het gek niet opnoemen of we gaan er naartoe of we zijn er al geweest. Van China, Tanzania, Spanje of bijvoorbeeld Volendam. Het pittoreske Volendam, wat altijd heel populair is. Hartstikke leuke vakantie. En nou zeg je begeleiding, maar hoe ziet die begeleiding er dan uit? We begeleiden allemaal vrijwilligers. We hebben ongeveer 500 vrijwilligers die het werk ter plekke doen. En zij helpen onze reizigers bij medicijnbeheer, zakgeldbeheer, excursies organiseren. En eigenlijk alles wat nodig is. Nou, we kunnen dus alle kanten op, maar heb je misschien een leuke tip waarvan je zegt, nou, die moet ik je eigenlijk even meegeven? Er zijn heel veel leuke reizen. Zelf persoonlijk vind ik treinreizen heel erg leuk, waar je met de trein naar een stad gaat en allerlei leuke dingen beleeft. Maar ja, als je liever van strandvakanties wil genieten, dan ga je lekker naar Spanje of Italië of Turkije, waar we ook strandvakanties hebben. Dan ga je lekker all-inclusive, hoef je nergens naar te kijken, kun je lekker uitgerust weer als je terugkomt aan het werk. Nou, we kunnen natuurlijk WWW intypen, maar hebben jullie het leuke magazine nog? Ja, dat hebben we ook. Die is 100 pagina's dik en die kun je gewoon bij ons aanvragen. Elke november komt hij weer uit en daar staan alle reizen uitgebreid in beschreven. Wordt elke vakantie weer dolfijn? Ja, die wordt altijd dolfijn, daar zorgen we wel voor. Ja.